De jongens, zet maar iets van tegen jou. We kijken naar bijrijders met Sander Teunissen. We kijken naar de bijrijders met Ben de Heus. We kijken naar Nieuwen met Jurgen van der Haven. We naar de bijrijders met Marijn Snoers. We kijken naar de hoepers met Jeffrey Luijs. We kijken naar Ammerzooien, Bart Haagstedt, Ammerzooien, Justy van der Loon. En het laatste, de top niet, Lien van Wachtel, ook voor Ammerzooien. Met 147 gelijk, dat toch Ben de Heus zijn in de competitie pak. Of moet ik die toch laten? Nee, we moeten nog laten. De man met 4,31 denk ik dat het was. Op 4-2, Jurgen van Haten. Ik denk dat Jurgen van Haten die competitie pak voor Ben de Heus op die derde plaats. Denk ik daar Sander Teunissen te hebben gezien. We gaan kijken hier of het inderdaad zo blijft richting die laatste kop. Het is inderdaad nog steeds op kop. De man met 4-2 op zijn plaat. Hij pakt die competitie. Jurgen van Haten komt er nog aan. Of wellicht nog van Sander Teunissen. Oh, wat een valpartij hier op die tweede positie. Er is het Sander Teunissen die de tweede plaats overneemt. En dan zien we daar op de derde plaats toch nog iemand die daarvan profiteert natuurlijk. Het is een van de andere mannen van de Weijrijd, Marijsdorf. Hij pakt dan die derde plaats door die onverduidelijke valpartij hier van die wel die goed op weg leek naar die tweede plaats. Ben de Heus, één klein foutje en die is eraf. En dan is de teleurstelling natuurlijk enorm groot.